Je hebt twee kinderen, maar je bent ook nog eens plusmama. Zeg je stiefmama of plusmama? Liefmama. Liefmama? Het lief van de papa. Ah ja, zo, op die manier. Tuurlijk. Liefmama? Oké. Okay. Nee, ja, is wat. Jij hebt een hele bijzondere band met de mama van jouw stiefkinderen, met de ex van Pieter. Ja, en ik vind dat... Want hoe goed kennen jullie elkaar? We kennen elkaar heel goed. Dat is nu, met de jaren, is dat gewoon een van mijn beste vriendinnen geworden. En dat is heel fijn, wij gaan zo... Wij proberen, want veel vrouwen ook, sla je daar niet in, om af en toe met elkaar te gaan lopen. Gewoon onder ons twee. En een hele tijd gewoon echt elke zondagavond, als de switch van de kids was, maar gewoon s'avonds... Is dat altijd zo goed gegaan? Want in het begin moet dat toch niet tof zijn? Want er is een scheiding, er zijn jonge kinderen, jij bent een nieuw lief. Maar dat is jaloezie. Iets wat dat, gegroeid is met de jaren. Tuurlijk is dat in het begin moeilijk en je kent elkaar niet. En dat is raar en dat is een heel nieuwe situatie. Maar het gekke, wat ervoor gezorgd heeft dat voor ons een positieve situatie geworden is, is dat je ergens gewoon zegt, oké, wacht, we zijn hier en nu. En waar moeten we ons op focussen? Wat verbindt ons? Dat zijn die kids. En wat willen we goed doen? Dan moet ook die kinderen samen opvoeden. Dan denk ik van, oké, je gaat dus elkaar, dan komt er een nieuwe vrouw, jij dan. Mm-hmm. Ja, dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan van, oké, we zijn nu hier en wat nu? Dat is waar, maar het is ook... het is bijna een... Mensen bekijken ons heel gek soms van... je gaat dan samen op reis of je gaat dan samen op weekend? Dat kan. Mm-hmm. Dat gaat. Maar dat gaat ook niet van dag één natuurlijk. Dat is een relatie die je opbouwt. En als je samen... En dan, we zijn ondertussen met vier, ondertussen ook al vier elf kinderen. Jaar. Nee, met vier ouders. Dus, oké. Okay. Elke naar een vriend, die zijn jaren samen. We zijn met vier ouders die ondertussen regelmatig een keer samen kunnen gaan eten en een keer de kids bespreken. En gewoon... Is het kwestie van je ego opzij te zetten dan? Maar het is gewoon een kwestie van, wat gaan we samen doen? Die kids goed opvoeden. En we weten dat we sowieso nog jaren aan elkaar gewonden zijn. Kunnen we er even goed iets fijn van maken? Dan elke keer een stress en een gedoe. En Pieter en Elke zijn daar de voortrekkers in geweest. Die hebben gewoon gezegd, als schulden in ons leven komt... Pieter dan tegen mij en Elke dan tegen haar vriend. Maar dan neemt je dat verleden erbij. En dan moet je niet... daarvan alle oordelen over vellen, want je weet dat niet. Bedoel. En ook, het is te zot om te denken dat Pieter zijn ex, dat geen toffe madame zou zijn, want waarom zou hij daar anders jaren bij geweest zijn? Dus voilà, dan kunnen we gewoon positief naar een mens gaan kijken. En ze is zo leuk dat ze zelfs een goede vriendin van jou is geworden. Ah ja, en we kennen elkaar ook goed. We zorgen ook samen voor de kinderen en dat schept een band. Hey Elie, ik vind je een goede plusmama. We zijn ook gewoon goede vriendinnen. En dat is ook omdat je mij altijd de mama hebt laten zijn. We zijn zeker geen concurrenten, maar ik vind dat we wel echt een team zijn. We weten van elkaar waar we goed in zijn en maken daar gebruik van. Ik vertrouw je ook heel hard met de kinderen, met Milan en Sam. Ik weet dat je ze graag ziet, dat je goed voor ze zorgt. En dat je nooit iets zou doen tegen mij of iets zeggen over mij dat niet oké is. Ik vind onze loopmomentjes super. Ik geniet er echt van. Het is altijd een moment dat we even kunnen praten, bijpraten, onze zorgen delen. En weten wat er leeft bij elkaar. En dat is super en dat helpt. Ik vind dat je dat goed doet. En ik zie je graag, schatje. Dada. Ja, dit was Elke, hè? Ja, dat is Elke. De ex van jouw mama. Maar ja, dat is de mama van Milan en Sam. En I love her, echt uit de grond van mijn hart. Ik vind haar een fantastische mama. En ik wil ook never ever, en zij weet dat heel goed, ik wil never ever haar mama-momentjes met haar kinderen afnemen. Dat is vooral het ding dat ik dacht als ik een lief had met dan twee kinderen. Dat ik dacht, ik wil hier niet... iemand zijn kinderen gaan... Claimen. Of die kinderen moeten wel niet mama tegen mij zijn. Hè. Ik ben de Ili. Ik ben... Maar, en ook het fijne van... als er iets is met Milan en Sam, dat ik gewoon de telefoon kan pakken en zeggen... kom jij even naar hier? Of kom ik even langs? Dat is zo fijn om dat samen te doen. En op een duur... Ja, pakten elkaar keihard vast en kunnen janken in elkaar armen. Wij kunnen die samen beleven en dat is zo fijn. Ook leuk, hè? Ik vind het vooral heel fijn dat je dit met ons gedeeld hebt. En ik denk dat het een groot, groot, groot voorbeeld is voor heel veel gescheiden ouders. Ja, en dat laat vooral dat de boodschap zijn. Ik denk,
echt waar, hoe moeilijk dat ook is, je kunt altijd een positief wegje in wandelen. Of je kunt altijd op zoek gaan naar het betere gevoel. Van, wat zou mij nu beter doen voelen? Oké, even zeggen, hey, ik weet dat het moeilijk is voor u, super eerlijk. Ik wil ook maar helpen of whatever. En we weten dat elke mens ook maar een mens is. Mm-hmm. Elke mens is op zich dat, alleen maar dat hartje met daar rond een zak botten en bloed. Hè. En elke mama en papa doet gewoon zijn en haar best. Absoluut. Show all the way.